Bijna alle video's die wij maken, die maken we op kantoor. Want, you know, die ruimte hebben we en we kunnen daar gewoon lekker werken. Maar ja, met dit weer vinden we het natuurlijk super fijn om naar buiten te gaan. Maar waar moet je nou op letten als je buiten gaat filmen? Dat gaan we met jou bespreken in deze video. Als je dan buiten gaat filmen, ga dan niet als je gaat presenteren zoals ik nu doe, in de zon staan. Want je ziet hoe ik kijk, een beetje zo. Omdat gewoon, ja, de zon schijnt recht in mijn ogen. En dat is gewoon heel lastig om je dan te concentreren op wat je eigenlijk moet zeggen. De oplossing daarvoor is dit. In de schaduw gaan staan. Dat maakt het presenteren super veel lekkerder. Want ik kan nu gewoon met ontspannen blik in de camera kijken. Gesproken over zon en schaduw. Je moet ook nog uitkijken dat je niet zon en schaduw alle twee een te grote rol laat spelen in je beeld. Want zoals je nu ziet, ik heb zon en schaduw op mijn gezicht. En dat is eigenlijk een te groot contrast. Want het donker van de schaduw en het licht van de zon, dat ligt eigenlijk net te ver uit elkaar. Om dat goed te kunnen combineren in één shot. Dus doe het gewoon niet. Zorg dat alles wat je belangrijk vindt, wat je goed wil laten zien in het ene shot. Of in de schaduw of in de zon is. Er gebeurt om je heen natuurlijk van alles op het moment dat je buiten staat. En al het geluid wat daar vanaf komt, ja, dat heb je gewoon niet in de hand. Dat is niet altijd even handig. Ik ga even stoppen, want het maakt me voor herrie. Dus als je buiten gaat filmen, wees extra alert op dat geluid. Luister of er storende dingen zijn. En op het moment, nou ja, dat iets echt niet kan, verplaats naar een andere plek. Vandaag is het een goede dag om te filmen omdat het niet zo hard waait. Maar als het dus hard waait, dan moet je even goed luisteren in je microfoon of je geen last hebt van de wind. Want de wind kan veel herrie maken in microfoons. Dat klinkt een beetje een soort van. So in the end, we decided to go down because we thought maybe. Als het echt te hard waait, dan kun je nog proberen een plek te vinden die een beetje uit de wind is, waardoor je toch nog buiten kunt filmen. En als je dat niet kunt vinden, ja, dan moet je toch kiezen om niet buiten te filmen. Als je op een plek staat waar mensen langskomen, dan kan het zijn dat, nou ja, die mensen zich met de video gaan bemoeien. Bijvoorbeeld die man die daar net langskwam. Ze keken wel even zo van, huh? Wat zijn jullie precies aan het doen? Nou, dat kan twee effecten opleveren. Het eerste is dat jij daar zelf van afgeleid kan raken. Omdat je, nou ja, denkt, oh, ik ben blijkbaar iets raars aan het doen. Of waarom kijken mensen naar mij? Het tweede wat kan gebeuren is dat mensen in beeld de aandacht gaan trekken van de kijker. Dus bijvoorbeeld nou ja, gaan staan zwaaien of gaan roepen of gewoon heel erg lang verbaasd in die camera kijken. Wat natuurlijk veel meer aandacht trekt dan dat jij als presentator kan doen. Zorg dus voor dat je zelf rustig blijft en eventueel aan mensen uitlegt wat je aan het doen bent. En als iemand nou echt heel veel aandacht trekt en het kan niet, maak je shot dan gewoon nog een keer. We hebben nu allemaal dingen benoemd die vervelend zijn aan het buitenfilmen. Of in elk geval dingen waar je op moet letten als je buiten gaat filmen. Maar waarom zou je het dan eigenlijk toch nog doen als het zo lastig is? Nou, omdat het gewoon heel lekker is ten eerste. Wij zaten net binnen en hadden het hartstikke warm op deze dag dat het 28 graden is. We hadden gewoon zin om naar buiten te gaan. Maar dat is ook iets wat je eigenlijk ziet in beeld. Want ik vind het zelf altijd, als ik buiten shots zie van buiten, dat ziet er gewoon lekker uit. De kijker krijgt ook iets van dat gevoel van buiten zijn mee. Dus het voegt gewoon echt iets toe aan de video. Daarnaast geeft het vaak nog een soort extra spontaniteit, omdat je, ja, je bent toch buiten, je zit in een iets minder strakke setting. En daardoor, ja, worden de video's soms net iets losser en spontaner. Dus, als je zelf ook buiten gaat filmen, heel veel plezier, want het is gewoon superleuk. En laat ons vooral jouw video's zien.